Maar ja, de zeepkist die huist tegenwoordig bij onze buurvrouw, die in de watermolen woont. En die buurvrouw die blijkt met thuis te zijn. En we vinden daar geen ruitje in tikken en zo, hè. En dat historisch pand, dus we doen het maar even zonder kist. Maar er zijn wel een aantal aanwezigen die het melding willen doen. Om te beginnen. Joris, oké. Jonas, ja, zie, ik dacht het begin met je bent. Jonas Witte, dat klopt wel. Jonas Witte. Jonas de Witte zelfs. Ja, goedenavond allemaal. We kennen elkaar niet, denk ik. Op onze aantal gezichten herken ik, maar... ik vond het eigenlijk een mooi moment om even wat mede te delen en ook meteen een vraag te stellen aan u. Ja, begin 2023, in maart, gaan wij in het Rembrandt Theater nog een keer een Filmweek Arnhem houden. En tegelijkertijd nog een expositie over dit bijzondere pand, maar ook natuurlijk de bijzondere geschiedenis van überhaupt de filmtheaters in Arnhem, maar vooral ook specifiek in dit geval over het Rembrandt Theater. We kennen allemaal natuurlijk even de aanloop van het Rembrandt Theater, maar ook de huidige staat van het pand. Ik ben zelf filmmaker en vormgever en met Gelders Doek, misschien kent u dat, een aantal mensen van u is een filmmakerscollectief al, bestaan nu 5 jaar. Die zich vooral inzet als collectief voor jonge en bestaande filmmakers in Arnhem. Dachten we moeten hier iets mee, nu het nog kan. En dat is natuurlijk even de vraag hoe lang nog, maar we dachten volgend jaar kan het nog, begin volgend jaar. Dus we gaan dat organiseren. Dus bij deze al vanuit de uitgenodigd, krijgt dat vast in een bocht wel te zien en te horen. Maar mijn vraag aan u is, want ik ben vooral ook gemoeid met de expositie. Ik ben op zoek naar wat verhalen, materialen, documentatie. En misschien zijn vast wat mensen in de zaal die daar iets over aan mij kunnen mededelen of mij kunnen wijzen. Natuurlijk ben ik ook via de gangbare weg al mee te zoeken. Gelders Archief, Erfgoedcentrum, Historische Collectie, Museum Arnhem. Maar nu bent u met z'n allen, u bent op een aardige leeftijd, als ik het zo mag zien. Er zullen vast wat verhalen zijn die ik nog niet ken. Die mensen die kunnen zo dadelijk naar verhaal vertellen. Heb je ook een mailadres? Ik heb een mailadres inderdaad, die kan ik zo meteen afgeven. Ik kan de mail één keer even noemen, info@beeldontwerpen.nl. Dat is mijn website. Dat past nog net binnen de 2 minuten, dus dankjewel voor deze belde. Dokter Jan de Vries. Goedenavond allemaal. Het wordt straks heel druk in de pauze. Want behalve dat we het fantastische boekje hebben van Paul van der Heijden over de Limes en Mijnenzijk. En we hebben een schitterende podcast van Martijn Devillet. Ik zie hem daarachter staan. Allemaal beluisteren met ook over de Limes. Maar misschien denkt u van, ja, in deze tijd van klimaatverandering en november, het voelt daaraan als lente. Dat u denkt, ik wil wel eens wandelen in Mijnenzwijk en die Limes bekijken. Dan is er dit wandelboekje. En dit wandelboekje is gratis. Oh. Ik heb 50 exemplaren bij mij, dus dat wordt straks 50 geblazen. Ja. U kunt straks dit fantastische wandelboekje, gesubsidieerd door de gemeente Arnhem. Misschien dat er straks een komt over het Hertenkamp in Sonsbeek. Kunt u straks in de pauze bij mij krijgen. Wandelboekje Mijnenzwijk, podcast Mijnenzwijk, boekbal van de Heide, Liebes. Arnhem staat op de kaart. Dank u wel. Dank je wel, Jan. Ja, meneer Hendricks. Ik was gisteren bij de presentatie van het verhaal van Gelderland. En daar werd reclame gemaakt door het Stadsmuseum Harderwijk om mee te mogen doen aan de verkiezing van het jaar. Harderwijk is een klein museum. Ze hebben 2 grote musea als tegenstanders. En er werd gisteren dus een ruim hart beroep gedaan op ons Gelderse hart. En toen kreeg ik een kaartje mee toen ik de zaal verliet. Maar dat verzoek ik toch vooral op dat Stadsmuseum Harderwijk te gaan stemmen. En toen keerde ik om, toen ik weg was, en toen zei ik, geef me even een stapel kaartjes mee, want ik ben morgen in de historische herberg en dan kan ik er misschien wat uitdelen. Dus dat wil ik straks in de pauze, dan ga ik even rond en dan probeer ik mijn stapeltje kaartjes aan. Maar het is de historische herberg Arnhem hier, hè? Maar niet de historische herberg Harderwijk, hè? We hebben Gelderse harten mee, was het idee. Oh, oké, nou. Dat u, omdat het een van de concurrenten is, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ja. Bij Gelderland. Er werd een beroep gedaan
om Gelders Museum voor te dragen. Jelte, over drie woorden, die heb je nu gesproken. Dankjewel. Martijn, vertel je even heel kort over je podcast. Ja, het is altijd een heel enthousiaste man. Waar we die kunnen vinden bijvoorbeeld, heel praktisch. En in een paar woorden waar die over gaat. Nou ja, ik ga er gewoon niet zo heel veel over vertellen. Ga luisteren, zoek op De Liemes Leeft. En dan kom je vanzelf terecht op verschillende Liemes verhalen. Onder andere Pijnerswijk. Ik wil eigenlijk het hele Liemes verleden van Nederland. Kan je naar de podcast horen. Dus zit je een keer in de trein of heb je een keer een verloren moment en denk ik wil even wat voor ontspanning. Ja, zoek het op. Het is een leuke podcast hoor. Maar je googelt op De Liemes Leeft? De Liemes Leeft. En dan kom je op een website terecht. Volgens mij heet het BMA. En dan wijst het zich allemaal vanzelf uit. Oké, okay. Nee, maar De Liemes Leeft, dat zijn drie woorden die kunnen we net onthouden. Dankjewel, Martijn, dat je toch even naar voren kwam. Of die woorden. Ik heb met heel veel power op 4 gekregen, die vond me helemaal terecht. Dat gezegd ook zeiden, want dat ik zoveel gedaan heb van 4 jaar Nesco. Dat is waar zeilings is. Degene die het meest voor gedaan hebben, staat achteraan bij Martijn. Dus ik zou daar een grote applaus voor doen. Ja, heel bescheiden. Ten slotte. Althans, voor wat betreft deze meldronde, geef ik de microfoon aan Hans Timmerman van Rozet. Kortom, ik wil van de erfgoedcentrum van Rozet. We hebben altijd graag even bevertellen wat wij in deze tijd in aanbieding hebben. En dat ziet u nu al staan, want binnenkort is in de cursus aardappelskunde, paardenkunde, de laatste slag om Arnhem. Dat bestaat uit een lezing door Frank van Lunteren en een rondleiding door Jan de Vries, die we net hebben gezien. En die vindt plaats, hier staat op boven, op donderdag 17 november, een lesavond door Frank van Lunteren, dus van 7:30 tot 9:30. En zaterdag 19 november een stadsopening door Jan. Het kost wat, €15, maar dan hebt u ook wat. Maar moeten we wel even inschrijven, volgens mij waren er nog 11 plaatsen, vrees heb ik vanmiddag. Laten we even rozette.nl, erfgoed en agenda, daar tikt u aardappelkunde in en dan komt u vanzelf bij deze cursus terecht. De volgende graag. Powerful advice. Die heb ik niet. Kijk, zelf doen. Even kijken hoe we dat doen. Waar mag ik op drukken? Daar heb ik hem. Kijk, we gaan gewoon door met de volgende arm kunnen. Want toevallig zijn er twee cursussen die vlak achter elkaar plaatsvinden. Kortom, een week later hebben we verzet in Arnhem. Door Marcel de Bruyke en wederom Jan de Vries. Het gaat over de broers Henk en de Biegel de Jong, als het goed zegt, die in Arnhem een naam hebben opgebouwd als het gaat om verzet en wordt trouw hem gewerkt. Opnieuw een lesavond, wederom op een donderdagavond, dit keer 24 november. Gevolgd wordt opnieuw een stadswandeling op zaterdagochtend 26 november. Opnieuw kost het €15 en gaat u weer naar rozet.nl, erfgoed en de agenda. En tenslotte. Zwikker. Als u het erg interessant vond, kunt u ook nog naar het erfgoedcentrum komen, want ik hoorde het Paul van de hele locatie. Een van de belangrijke vondsten in het kasteel op Meulenswijk, die ligt in het erfgoedcentrum. Een Mongolische steen met inscriptie van, als ik het goed zeg, 10e eeuw. Ze dus, komen allemaal kijken, maar er worden ook rondleidingen gegeven. Gratis rondleiding. Vrijdag 18 november, zaterdag 16 november enzovoort. Een half uur, niet heel lang, door Wim Smits, zie je de Dresden rondleiden. Wel het verzoek om u daar even voor in te schrijven. Dus dan opnieuw naar rozet.nl, erfgoed en agenda. Dan kunt u zich opgeven voor deze gratis opleidingen. En het waren maar 2 minuten. Ruben maakt al 14 jaar lang opnames van elke historische herberg. Al die opnames zijn terug te zien op onze site, historischeherberg.nl. Maar nu heeft Ruben wat te melden. Ja, ik word ook niet jonger. Dus wat dat betreft is er iemand in onze kijkers, bezoekers, die dingen gaan helpen, dingen gaan overnemen. Wij gaan nog heel lang door, wat ik eigenlijk zeg. Dus ja, wel fijn als
En als iemand niet helemaal precies weet hoe het werkt, dan leg jij het uit, hè? Zo ben je wel, toch? Ook. Dankjewel, Ruben Herfst. Ik heb doorgekregen dat Pieter Pluikers, ik kende hem nog niet, dat hij, kijk Pieter, kom naar voren, dat hij een melding wil doen. Ja. En hierna geef ik de microfoon naar Casper Loepen. Weet hij dat vast? Ja. Voordat ik over dit programma ga hebben, wil ik even hebben over Rob Slepica. Ja, ik heb met hem heb ik een paar mooie programma's gemaakt. Dit is Arnhem de Steenkool. Maar ik ben hier voor een ander geschiedenisprogramma, van Nooit naar Heden. En Arnhem is een van de gemeentes, maar ik heb 15 jaar Arnhemse programma's gemaakt. En wij wilden de scheiden dus buiten Arnhem beginnen. En we hebben Doesburg, Zevenaar, Renkum en Westervoort. En nu hoop ik ook dat er hier bij deze avond ook experts of historici zijn die ook van iets weten van deze plaatsen buiten Arnhem. Dat was mijn vraag. Nou, Pieter, wil je even vertellen, waar ben jij eigenlijk van? Want we kennen jou nog niet. Ik ben van de tweede omroep RTV Connect. Ja, zijn een fusie van RTV Arnhem en Favoriet FM uit Zee. We hadden een uitzendgebied van 150.000, we zijn net 300.000. Ja, maar daar hoor ik nog niet bij. En hoe kan ik jullie beluisteren? Hoe doe ik dat? Dat is een goede vraag. Ja, en dan moet je al het goede antwoord. Een beetje wereldvriend, cameraman, editor en redactie. Dat kan ik geen antwoord op. Oké, dan kom je dat volgende keer vertellen. Ja? Dankjewel. Casper? Goedenavond. Ik heb de afgelopen jaren dat ik werkzaam was bij de Heidplan Stichting daar wat reclame voor gemaakt. Dat zou ik het beentje willen doen, omdat we richting de decembermaand gaan. En dan komt de kerstexpositie Feest van Licht weer. Dus vanaf zaterdag 17 december tot en met zondag 8 januari 2023 is Feest van Licht een leuk kerstuitje. Ook in kerstvakantie voor jong en oud. En de tweede andere dingen. Ik ben werkzaam omdat ik dus weg ben. Bij de Landstichting zit ik in mijn tweede week bij Crozet en ik wilde twee exposities aanprijzen. De derde verdieping naast de Coffee Corner is een expositieruimte waar de privébibliotheek van Anton Beek is. Anton Beek is een grafisch vormgever, de partner van Liederij Edelkort. Interessante boekenverzameling waar je gewoon niet kan lezen en schrijven. En dan helemaal boven de vijfde verdieping. Mijn foto-expositie van de Arnhemse fotograaf Roel Gili. Kom maar kijken. Oké, dank je. Dus de vraag is, hoe is de bestaanszekerheid van Landstichting? Niet dat Casper er nog werkt, maar... Even heel kort, ik heb nog gewerkt sinds 2014. En ik kan zeggen, de bestuurder en de directeur die er nu zitten, die zijn goed op weg. En dus... Het heeft bestaanszekerheid en blijft het volgen, dan gaat het goed komen. Ja, we hebben het over een park aan de uiterste zuidgrens van Arnhem. He? Dankjewel, Casper. Tim wil iets melden over 11 november. Ja, graag. Het is een bijzondere avond en dat komt ook door jullie, maar ook door dit boek. Wim, 11 november. Ja, het is vandaag de 11 november. Vertel. En ik zag straks een verhaal. Met een rode klaproos. Wil die mevrouw even gaan staan? Oh, niet mag staan, hè? Mag niet staan. Maar ze probeert het toch. En toen zei ik, het is vandaag 11 november. En nu gaat er wel een lichtje op. Juist. Maar. Juist, ja. Het is een bijzondere avond hier, maar toen ook in 1918. De wapens zwegen en een paar minuten voor dat de wapenstilstand inging, viel er nog een slachtoffer. Vandaag stond hij op de kalender, de historische kalender. En het andere wat ik wilde zeggen, Peter, de meeste ouderen wel, want ze moeten straks naar hun kleinkinderen. Het is ook Sint Maarten. Ja. Dankjewel, Wim. Het is best dat ze het weten. Dan geef ik de microfoon aan Nicky. Ja, maar ik maak ze weer. En het is verkeerd? Oh, ik zei het verkeerd. Maar stel je nog eventjes voor, jij bent... Ik ben 1970, ja.
Ik ben niet alleen hier werkzaamheid heb ik, maar ik ben ook kunstenaar. Ik maak foto's vooral. 2 jaar geleden ben ik begonnen met een project. Het ging over het slachtoffer van Tweede Wereldoorlog en nieuwe vluchtelingen in onze stad in Arnhem. Dus ik heb 5 tot 6 slachtoffer, ja, oudere mensen van leeftijd 90 of 80 heb ik fotografeerd. En ook 5 tot 6 mensen uit Syrië, verschillende landen, Ethiopië, Afghanistan, Iran heb ik ook gefotografeerd. Bij elkaar gebracht en ik heb virtuele reality gemaakt. En hangt in 9 plekken in Arnhem. Jullie kunnen niet met blote ogen zien, maar het kan wel met een M. Als je met je app op de grond scant en naar boven kijkt, dan zie je een hele grote foto. Maar helaas, door de coronacrisis, ik ben 2020 begonnen. Ik was 2 jaar mee bezig, maar helaas door de corona, ja, heel weinig naar Arnhem gekomen. Weinig mensen naar Arnhem gekomen. En niemand weet dat 9 plekken in Arnhem, ik heb het Rutte gemaakt, samen met een andere kunstenaar, door heel Arnhem, vanaf Rosette. En het tijdelijke museum voor Arnhem. En 9 plekken dan overal. Jullie kunnen bijvoorbeeld lopen en naar de foto's kijken, maar het moet altijd een app installeren op je telefoon. En dan via die telefoon kan je kijken. Oké, nee, ik ga het afronden. Ja, die wil ik graag om 7 uur. Helaas is het niet. Maar ben ik een app? Ja, ben ik app dan? Art Plus heet die. Art Plus? Plus, ja. Maar in de app heb ik gemerkt dat het niet actief is. Ik heb samengewerkt met Rosette en Museum Arnhem. Maar ik ben op zoek naar een sponsor dat het via de app activeren. Dus misschien iemand een netwerk heeft of ik weet niet of iemand kent dat het leuk vindt om... Hoeveel geld is daarvoor nodig dan? Sorry? Hoeveel geld moet die sponsor meebrengen? Ik weet het nog niet. We moeten kijken met Apple of Google. Ja. Hoe kunnen die mensen met jou in contact komen? Moet ze dat hier zijn? Ja, dat kan met mij contact nemen zometeen. Met het eind van het programma. En dat is eigenlijk nog. Dat kan ook in de volgende. Ik werk iedere dag bijna hier. Okay. Dan ben ik altijd hier. Ja. Dan moeten we het hierbij laten. Ja, ja? Oké, dankjewel. Thank you.